Het reinigen van de neus, het voorkomen van allergieën en het voorkomen dat een verkoudheid nog erger wordt. Dat doen we met de Jala Netti. Dat is een kriya, een reiniging. En daarvoor heb ik een kannetje, een neuspoelkannetje. Dat kan plastic zijn. Dit is genoeg voor één neusgat. Voor het tweede neusgat vul je hem dus opnieuw. Je doet er eerst een beetje zout in. Niet te veel, echt een snufje zout. Zo. Dan vul je hem met lauwwarm water, zo warm dat het is met je eigen lichaamstemperatuur. Je voelt even of het niet te warm of te koud is. Als je proeft, proef je het net dat het een beetje zout is. Het hoeft niet zo zout te zijn als zeewater. Dan buig je voorover. Dan zet je het kannetje aan je ene neusgat en je buigt je hoofd de andere kant op. Doe dit boven een wastafel of boven een bak. Je ademt door je mond. En dan loopt het water zo van het ene neusgat in het andere neusgat. En daarbij spoel je heel je neusholte door. Als je klaar bent met het kannetje, dan snuif je het even leeg. Voordat je je hoofd omhoog doet, anders komt er allemaal zout water in je keel. Is niet erg, maar niet zo lekker. Succes, heel goed ter voorkoming van zware verkoudheid, keelpijn en allergieën. Succes!